Ik heb ooit eens een klant gehad en die kwam vragen om een product voor brandnetels te bestrijden. Ik heb hem uiteraard Leoxyl Extra van AVV aanbevolen. Maar de klant had er een iets minder ervaring mee gehad. Hij had het product eerder al aangekocht en zijn brandnetels behandeld, maar ja, die bleken niet kapot te gaan. Een drietal weken voor het voorval heb ik een opleiding gehad van AVV. En daar kwam ter sprake dat spruistoffen vorstvrij moeten bewaard worden tijdens de winter. Ja, ik vertelde hem dat het product, de werkzame stof, kan kapotgevroren zijn. En hij zei, jammer, Xander weet te zeggen als het niet marcheert op zijn naalsters. Enkele weken later kwam de klant terug de winkel in. En van in de inkom was hij al bezig als hij mij zag van, hey, kom ik naar hier. En hij was zeer tevreden over de werking van het product. Dat doet deugd als je de klant kunt helpen en als die tevreden terugkomt en echt content is met je uitleggen met het product dat je hem verkocht hebt. Wat ik niet meer zou kunnen missen bij AVV, dat is het sociale aspect natuurlijk. Met de klanten bezig zijn, de toffe collega's uiteraard. En dan ook, ja, we blijven altijd up-to-date door vele opleidingen die we krijgen over de nieuwe producten, hoe we dat moeten aanbrengen aan de klanten en dergelijke. Dat is wel tof. Guy, heb je even? Ja. Maandag, als we de voeders uitzetten, zouden we een aantal dozen moeten nodigen. Ik werk eigenlijk nog maar 2 maanden nu bij AVV. Maar Koen komt bij mij over als een fijne collega. Hij heeft veel productkennis, dus ik kan er eigenlijk nog veel aan vragen. Hij is echt commercieel ingesteld, sociaal iemand. Het is een echte teamplayer. Naast mijn job bij AVV ben ik ook vrijwilliger brandweerman in het Korps van Leden. De twee kan je in feite een beetje vergelijken met elkaar. Je hebt bij alle twee het sociale aspect, de klanten, de mensen. En ja, uiteraard, je moet een teamplayer zijn, zowel bij de brandweer als binnen AVV. Mijn carrière binnen AVV? Wel, ik heb onlangs een examen meegedaan voor adjunct verantwoordelijke. Ik heb de resultaten wel nog niet gekregen, maar we zien wel, dat gaat wel goed zijn. Ik zie dat wel zitten. En ja, wie weet ooit van zo'n prachtige winkelverantwoordelijke mogen zijn. Dat zou ik echt wel zien zitten. Tot de volgende!